Hallo allemaal, in de video van vandaag leg ik uit waarom het gebruik van goed zo vaak een ander effect heeft dan we zelf zouden denken en wat voor alternatieven je daar dan van kan gebruiken. Als je al meer bezig bent met natuurlijk ouderschap, heb je waarschijnlijk al vaker gelezen dat het gebruik van straffen en belonen eigenlijk wordt afgeraden binnen natuurlijk ouderschap. Terwijl het wel iets is dat best wel is ingebakken in de Nederlandse maatschappij en in de Nederlandse manier van opvoeden. Onder belonen kun je letterlijke manieren van belonen zien, bijvoorbeeld snoepjes of iets leuks doen. Maar ook met je woorden, dus bijvoorbeeld goed zo zeggen of zeggen wat ben je lief, wat ben je slim. Dat zijn eigenlijk verbale beloningen en die hebben allemaal hetzelfde effect op een kind. Alle ouders die hun kind belonen, die willen eigenlijk alleen maar hun kind laten merken dat ze zien, dat ze er zijn, dat ze bepaald gedrag of een bepaalde ontwikkeling bijzonder vinden of waarderen. Dus de intentie achter het belonen is vaak wel heel goed. Het is dan ook zeker niet mijn bedoeling om mensen aan te vallen of te zeggen, hey, je doet het verkeerd. Want als ik zou moeten kiezen tussen belonen of juist helemaal geen aandacht geven aan een bepaald gedrag, dan zal belonen nog altijd een beter effect hebben op het kind dan als het kind zich niet gezien voelt. Maar ook hier is net zoals altijd eigenlijk weer nuance in te vinden. En is het zeggen van goed zo of bepaalde beloningen geven niet de enige manier om jouw waardering en jouw aanwezigheid te tonen. En zijn er bepaalde andere manieren die op de lange termijn een ander effect zullen hebben op je kind dan het geven van dat soort complimenten. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die kijken naar het effect van, je kunt ze noemen lege complimenten. Dus bijvoorbeeld goed zo, wat mooi, wat ben je slim. En andere soorten feedback die zich niet zo richten op het eindproduct of het eindoordeel, maar meer op het proces of op de voortgang of op het kind zelf. Uit onderzoeken blijkt dat goed zo eigenlijk net als andere manieren van belonen, een bepaald gedrag creëren. Waarbij het kind vooral kijkt naar wat is de reactie op, is dit goed, voldoe ik aan de verwachtingen en minder gaat kijken op het effect van het gedrag. Wat we ons vaak niet realiseren is dat die manier van feedback zoals goed zo of wat ben je lief effect kunnen hebben op de intrinsieke motivatie van een kind. De intrinsieke motivatie is motivatie die vanuit het kind zelf komt. Dus zelf iets op een bepaalde manier willen doen, zelf iets voor een ander willen doen. En het kan juist leiden dat een kind meer extrinsieke motivatie krijgt dan als motivatie van buitenaf. Dus bijvoorbeeld een kind weet, hey, als ik dit nu doe, dan krijg ik een compliment. Of als ik me zo en zo gedraag, dan krijg ik een snoepje. Dus dat zijn eigenlijk handelingen die worden verricht, omdat het kind een prikkel van buitenaf heeft die daarvoor zorgt. En door vaak goed zo te zeggen, creëer je eigenlijk vaker meer extrinsieke motivatie, dat een kind bevestigd wil hebben dat hij het goed doet. Dat hij op een gegeven moment steeds meer die bevestiging nodig heeft van een ouder of van een leerkracht. Dit is ook terug te zien in bepaalde onderzoeken. Hierin zien ze dat kinderen die heel erg gewend zijn aan gesloten complimenten minder snel risico's durven te nemen, omdat ze bang zijn dat het anders misschien niet meer goed is als ze al hebben gehoord dat iets goed is. En ook minder empathisch reageren naar andere kinderen. Een voorbeeld hiervan kan zijn als je ziet dat je kindje bijvoorbeeld deelt. Dan kun je er ook heel blij mee zijn en denken van oh, wat fijn. Maar een kind dat steeds hoort van wat goed van jou en wat fijn dat jij dat doet, zal eerder pas gaan delen als een ouder dat dan ziet. Om weer terug te horen, hey, ik doe het goed. Dan als je bijvoorbeeld benadrukt wat voor een effect dat heeft op het kindje waarmee je gedeeld wordt. Als je zegt, kijk, die is heel blij dat je dat aan haar hebt gegeven. Of moet je die glimlach zien op zijn gezicht. Dan focus je niet meer op dat goede ding wat jouw kind heeft gedaan. Maar laat je de aandacht vanuit je kind verplaatsen naar het effect op de ander. Op die manier zal je kind eerder geneigd zijn om iets voor een ander te doen als je er niet bij bent. Dan als die de feedback op zichzelf gericht kreeg. Als ik dit vertel aan kennissen krijg ik heel vaak de reactie van wat moet ik dan doen? Of hoe kan ik dan aan mijn kind laten weten dat ik waardeer wat hij doet? Of dat ik zo knap vind wat hier gebeurt. Het fijne is dat er ook heel veel alternatieven zijn. En het vaak een kwestie is van gewenning om dat toe te leren passen. Dus ik heb eigenlijk een soort stappenplan bedacht. Of een soort fases beschreven. Waar je doorheen kan gaan om jezelf die
enige bakken goed zo eventueel af te leren. Je bent natuurlijk niks verplicht, je kunt het ook gewoon blijven doen. Maar als je denkt, hé, ik kan me vinden wat hier gezegd wordt. Of als je een van de bronnen hebt nagelezen en denkt, ja, ik wil daar toch wat iets anders in doen. Dan kun je de volgende stap eigenlijk nemen. En de eerste stap hierin is eigenlijk puur het herkennen als je lege feedback hebt gegeven. En dat kan zijn, goed zo, wat mooi, ben je lief. Het is eigenlijk allemaal feedback met een goede intentie. Maar waarbij je kind niet gelijk doorheeft wat er dan goed is. Of waarom die dan zo slim is. Of waarom die dan zo lief is. Allemaal dingen die eigenlijk niet inhoudelijk vertellen wat er goed is op dat moment. Maar meer een waardeoordeel zijn. Als je zelf het herkent dat je dat hebt gedaan. Hoef je verder niks te doen op dat moment. Maar kun je wel even nagaan in gedachten. Oh ja, ik heb dit nu gezegd. Maar wat vind ik eigenlijk zo goed? Of wat vind ik zo mooi? Dat je voor jezelf ook wat duidelijker hebt waarom je op dat moment een compliment wilde geven. En dat is dus eigenlijk ook al gelijk de tweede stap. Voor jezelf nagaan wat er dan bijzonder was wat jouw kind op dat moment deed. Dit kan je helpen om de keer daarna feedback te geven die meer op inhoud ingaat. Doordat je dit dan een keer hebt meegemaakt. Nou, de volgende stap, als je een keer merkt dat je goed zo wil gaan zeggen, is eerst even nagaan. Is het nu wel nodig om iets te zeggen? We zijn vaak heel erg gewend om overal wat van te vinden, overal wat van te zeggen. Maar voor ons kind is dat lang niet altijd nodig. Jouw aanwezigheid is vaak al meer dan genoeg. En een glimlach of een knikje geeft jouw kind ook het signaal dat jij er bent en dat jij het kind ziet. Zo kun je dus ook voorkomen dat je alledaags gedrag eigenlijk onnodige complimenten gaat geven. Dingen die je kind toch al kan. Als je voor jezelf na zou gaan dat bij elk klein ding wat je doet iemand gaat zeggen, oh goed zo. Dan zou het op een gegeven moment voor jou ook geen waarde meer hebben. Dus ga even na of het überhaupt nodig is om iets te zeggen. En de laatste stap zou dan zijn dat op het moment dat jij goed zo wil zeggen, je dat dus nog niet doet. En juist benoemt wat je op dat moment bijzonder vindt. Dat kan zijn door te beschrijven wat je ziet. Bijvoorbeeld zeggen, je hebt zelf alle blokken gestapeld. Of je hebt zelf al het zand in een bakje geschept. Of het is je gelukt. Hierbij benoem je eigenlijk wat je ziet. Op een enthousiaste manier zonder gelijk weer een leeg compliment te geven. Naast het beschrijven wat je ziet zou je bijvoorbeeld ook kunnen richten op het proces. Dus je benoemt, je hebt je echt je best voor gedaan. Of wat heb je hier hard aan gewerkt. Als het om iets gaat in combinatie met een ander kind of een andere persoon. Helpt het dus om te richten op het effect op de ander in plaats van compliment puur te richten op je kind. Je kunt hierbij dus benoemen wat het met de ander doet, de gezichtsuitdrukking van de ander, hoe de ander erop reageert. En zo leer je kind ook meer bewust te worden van de eigen handelingen op andere mensen. En ook als je merkt dat je kind een reactie van jou wil en jij weet even niet hoe je daarop kunt reageren, bijvoorbeeld als een kind met een tekening aankomt, kun je ook zeggen waar ben je zelf blij mee of wat vind je zelf goed gelukt. Dat je alsnog interesse toont, maar dan eigenlijk de bal bij je kind legt en je kind ook de kans geeft om erover te vertellen of hun eigen enthousiasme met jou te delen. Maar het is een proces dat een hele tijd duurt. Je zult in het begin nog echt merken dat je heel vaak nog in die eerste stap zit. Dat je jezelf er achteraf op betrapt dat je zo'n compliment hebt gegeven. En dat is ook helemaal niet erg. Het is ook echt niet dat je nu nooit meer goed zo mag zeggen of dat je nooit meer zo'n leeg compliment kan geven. Maar het feit dat je doorhebt dat je het doet. En dat het soms onnodig is, of dat het niet het effect kan hebben wat je wil, is al heel wat. En je zult merken in de loop van de tijd dat het steeds makkelijker wordt. En je op een gegeven moment eerder dus gaat kijken naar het proces, of naar wat je ziet, dan dat je goed zo zal zeggen. Dus het is iets wat langzaam zal veranderen. En op een gegeven moment bijna moeilijker wordt om goed zo te zeggen, dan op die manier feedback te geven. Nou, wat zijn dan eigenlijk andere voordelen? Van het geven van inhoudelijke feedback. Dat is dat een kind beter zicht krijgt op zijn eigen handelen. Bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Als een leerling bij mij iets heeft gemaakt en ik zeg puur goed zo. En ik zou dan vragen, wat is er eigenlijk goed aan jouw verslag? Dan hebben ze geen idee, ze zijn dan wel blij. Maar ze hebben geen idee wat ze dan goed hebben gedaan. En datzelfde krijg je dus eigenlijk ook met je kind op een kleine schaal. Als je puur goed zo zegt, dan... Het voelt wel goed, dan zijn ze wel blij mee, maar ze weten eigenlijk niet wat er dan goed is. Dus door dat te benoemen, door het proces te benoemen wat je ziet, zal een kind een beter beeld hebben van het eigen handelen en ook op een andere manier leren van de fouten.
ook door de focus van de feedback te verplaatsen van jouw kind naar het effect op een ander, zal die eerder empathisch reageren vanuit zichzelf, vanuit intrinsieke motivatie. En minder zoeken naar die bevestiging. Minder om zich heen kijken van, hey, heb je gezien wat ik deed? Is dat goed? En eerder dus handelen vanuit het effect dat hij weet dat een ander ergens blij mee zal zijn. Misschien merk je het wel eens dat je kind iets doet en met een verwachtingsvolle blik naar jou kijkt. Puur om die bevestiging te krijgen van, doe ik het goed? Is dit wat je van mij verwacht? En dan zie je dat misschien de motivatie van binnen al anders is dan dat hij iets zou doen omdat hij het zelf leuk vindt. Of omdat hij denkt, hey, dit kan ik. Ik vind zelf twee boeken heel fijn die hier ook meer op ingaan. Niet alleen op belonen, maar ook op straffen. En op een hele scala aan manieren waarop je met je kind kunt omgaan en daarmee kunt praten. Dit zijn Onvoorwaardelijk Ouderschap van Elfie Kohn. En Kinderen zijn geen puppies van Jurgen Peters. Ik zal deze boeken in de toekomst ook nog wel een recensie over geven. Maar als je denkt, hey, ik wil je nu meer over weten, ook wat wetenschappelijk onderbouwd is, dan zou je met die twee boeken kunnen beginnen. Daarnaast zet ik in de beschrijving van deze video een aantal bronnen die ik heb gebruikt, waar je ook weer terug kunt lezen wat de onderzoeken laten zien en waar het op is gebaseerd. De dingen die ik in deze video beschrijf heb ik ook in een blog geschreven. Ik zal er wel een linkje plaatsen in de beschrijving. Dus je kunt ook altijd even rustig dat teruglezen als je denkt, nee, de video ging me toch te snel. In de toekomst zal ik ook eens een filmpje maken over het effect van straffen. Het komt eigenlijk ook weer op hetzelfde neer vanuit die intrinsieke motivatie versus extrinsieke motivatie. Dus dat is wel interessant. Wat dat betreft vallen belonen en straffen, ook al hebben ze een heel andere insteek, wel een beetje in hetzelfde bootje. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je ermee verder kunt. Als je nog vragen hebt, kun je die altijd stellen. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video.